Allee, zeg je. Leuk dat je weer kijkt naar een nieuw vlog zo hier vanuit Bobby Aland. Zit hier zo in een Aureo Grande? Ja? Wat is dat nou weer? Zo jammer weer binnen. Zo jammer. Kapot. Helaas, kapot. Ja, we zijn in Bobby Aland. Gino, we gaan weer Halloween vieren. Ja, je weet wat dat betekent, hè? Allemaal spook hier. Ja, dat was hem weer. De meme van het Halloweenseizoen 2022. We staan hier backstage bij Bobby Aland. We hebben vandaag een backstage tour hier bij Bobby Aland. Hier staat allemaal nog. Hier begint de horror. Heel Bobby Aland ligt uit elkaar. Waaronder de hoe heet die attractie? El Rio Grande. Maar dan van Bobby Aland zo, hè? Nee, we staan hier helemaal geparkeerd. Het is weer drama. Het is druk in het park. Het is druk in het park. Maar wij hoeven niet te wachten. Want ja, wij hebben zo onze contacten, toch Gino? Ja, toch. Wie zijn die contacten dan? Zo, dat was de revolutie. Ja, we zijn VIP vandaag. Oh, we zijn VIP vandaag. Oh, nou mooi. Maar dat was niet. Hoor je dat, Gino? Huh? Dat is de klok. De klok? Ja, de klok. Ah, lekker man. Van de Revolution. Nou, we staan helemaal nog steeds backstage hier overal. Echt overal onderdelen hier te vinden. Kan allemaal hier in België. Kijk, de Fuvi. Ja, de Fuvi. Niet de Twikkely Twikkely, maar de Fuvi. Waarom heeft die Belg een karton om zijn arm heen? Allee, dat is een nieuwe mode zo. Oh ja, leer. Ah, we kunnen naar binnen. Heet je nou? Ja. Zie je dat? Huh? Een wachtrij. Ja, wij stonden ook in de wachtrij. Ja, wij stonden in de wachtrij, maar Elias zegt ineens, kom eens mee. Ja? Ja, Elias heeft natuurlijk een kromme rug. Ja, ik heb een kromme rug. Dus daarom gaan we even via de uitgang. Want je bent 12 jaar, Elias, en je hebt nou een kromme rug. Nee, ik ben 16 geworden. Zo? Ja. Zo, je kan rekenen. Ja, het is een wonder, het is een wonder. Nou, die Belgen zijn er dus ook bij vandaag. Ja, sowieso als je in Bobby Aland komt. Ja, we zijn hier elke dag. Ja, het niveau begon heel hoog, maar ja, dan komen die Belgen erbij en dan is het gelijk weer... Ja, is goed. Het moet een beetje gecompenseerd worden. We zijn ook heel klein. Dus, ja, we zijn ook heel klein. Ja, heel klein. Die gaan sowieso lager. Die gaan sowieso, ja. Ik moet op die camera zo laag houden. Maar Gino is nog altijd de kleinste. We zien ze nu gewoon echt. Ja, ze gaan in de furry. Ze gaan in ben de ik furry. Overbelicht? Ja, ze gaan dus in de furry nu. Ja, in de furry. Ze hebben ons nog niet gezien. Nee, Gina weet er wel van. Het plan is dus nu. Oh wacht, ik wil ja, dat is mij. Ja. Dan hebben we het allebei meteen in één keer. Oké, het plan is nu dus als volgt. Gino en Kevin weten al wel dat jullie er zijn, ja. Maar jullie als het niet. Nee. En ze weten allemaal niet dat ik er ben. Dat klopt. Dus eerst gaan jullie het zo bekendmaken en ik dan weer later. Ja. Ja, komt ze nou uit of niet? Nee, gelukkig. Maar gaan jullie ze na de jullie meteen bekendmaken of gaan jullie nog ergens... Ik denk dat we meteen moeten jury. Wacht, stop bij de uitgang. Dan, ja. Maar weet je wat dan leuk zou zijn? Als je dan bij de uitgang gewoon langs ze heen loopt. Ja. Niks ja. zeggen nog even. Dat doen we. Kijken of Elias het ziet. Film ik dat. Of ja. Elias het ziet. Want anders is hij niet alleen dom, maar ook blind. Ja. Ja, dat zou wel grappig zijn. Ik hou dan zeg maar, doen alsof we bellen. Filmen, zeg maar. Ja. Okay. Ja, dus gewoon echt langs hem lopen, maar ja. Niets zeggen, zeg maar. Dat en dan loop ik gewoon achter jou of zo. Ja. En dan film ik van de afstand en dan blijf ik nog een kwartier langer of zo. Ja, ja is goed. Nou, dan zweet staat op mijn bolle kop. Ineens kwamen ze echt een stuk moed lopen, hè? Ja. Ik denk, rennen. Onze rennende held is echt Gino, dat moet je eerlijk toegeven.
Ja. Ja, ja, althans, mijn rechterrijden. Want dat echt chino is. Nou. Ik bedoel, hij heeft eigenlijk een epic stuurt, wij gaan nu de furry in. Ja, dat is wel mooi. Dus ja, dat moeten we wel echt. Ja. Ja, ze zijn er nog niet in. Nee. Erwin, als jij hier gaat filmen. Ik zit er. Nee, wij blijven nog even bij Erwin. Want als ze dan erin zitten, kun jij filmen en dan lopen wij naar de uitgang. Ja, is goed. Ja, ik zit echt te denken inderdaad. Want van daar dan heb je echt niet door, toch? Nee, zo niet. A few moments later. Jongens, we komen net uit de Fuwi. En het is nog steeds niet de beste achtbaan van België. Dat kan ook nooit meer, want Ride to Happiness is de beste achtbaan van België. Ja, dat is wel waar. Ja, toch? Ja. Allee, hè? Ja, allee. Allee, allee, allee. Ja, nee, dat is ook wel. Als je deze leuker vindt dan Ride to Happiness, dan ben je ook koekoek in je hoofd. Ja, dat was je toch al. Nee, natuurlijk niet. Hé, hey, Niels, ik heb leuk nieuws. Vertel. Snap je hem? Niels, ik heb leuk nieuws. We gaan zo meteen in de Indiana River. Oh. Wat een slecht nieuws. Nee, dat is leuk. Goed nieuws. Nee. Vind je toch leuk nat worden? Ik heb niet eens een regenjas bij, dus dat wordt een avontuur. Boeien. Ja, ik vind het helemaal geweldig. Een fabapparaat. En die gaat weg, hè? Volgend jaar. Gaat die weg? Ja. Eindelijk. Nou, dat werd ook tijd. Natuurlijk niet. Ja, komt er een nieuw vulkanenthemaatje, zo in mijn armoe. Oh. Tja. Ja, maar ze gaan echt heel dat loods helemaal leegmaken. Er wordt echt geen ene thema meer gebruikt daarbinnen. Oh. Echt helemaal vernieuwd. Dus Quincy gaat ook weg? Ja. Ah, Quincy gaat weg. Maar over Quincy gesproken, moet je even mee naar daar, man. Dan ga je iets leuks zien. Oh, wat gaan we daar zien dan? Ja, dan moet je zelf kijken. Dat is dus een nieuwe scare zone. Ja. Sinds 2020 bijvoorbeeld. En waar gaat dat om? Om de Quincy's! Oh, de Quincy's! Oh, wat ben jij nou aan het doen? Vond je het lekker? Ja. Moet jij niet even douchen, Ilias? Vandaag wel, Ilias! Ja, nee. Jawel, jij moet even douchen vandaag. Straks. Wanneer het kouder is. Ja. Okay. Dan is het leuker als het kouder is. Meer armoedigheid. Ja, is toch leuk. Het komt tot 20 graden, joh. Ja. Dan moet je even douchen, Ilias. Die stond er niet goed op, Ilias. Hij moet opnieuw. Nee. Dat kind liep ervoor. Ja, godverdomme, hè. Even hier ga ik echt niet in staan, hè. Echt gewoon moe. Nou, dan loop ik gewoon hier door. Oh, hij wordt hoger. Hij wordt groter. That's what she said. Nou, ja, leuk. Ja, leuk. Ook weer even gedoucht, Ilias. Ja, altijd als er een Bobby aan komt, altijd douchen. Even douchen. Zeg Niels, moet jij niet even douchen? Nee. Nee. Oh. Kijk, nou is hij weer groot, Ilias. Nou is hij weer groot. Oh. Ja. Oh. Rennen. Oh. Ja, godverdomme, maak nog nooit zo lang vreed. Nog nooit zo lang vreed. Oh, Ilias. Kut. Ik ben helemaal verzopen. De camera stond niet aan. Ik heb niet staan. Nee, dat meen je niet. Ja, de camera stond niet aan. Ja, nee, dat meen je niet. Huh? Opnieuw. Ik ben weer door gaan lopen. Ja, nee, hou maar op. Nee. Ilias, heb je nou in je broek gezeten? Ja. Ja. In mijn broek geplast. Hé, hey, Ilias. Ja. Je bent zo'n domme Belg, hè. Die camera stond gewoon al 3 keer aan. Dat komt allemaal in de vlog, hè. Je dacht toch zeker wel dat ik mijn camera aan had als jij door het water heen loopt. Ik heb altijd mijn camera aan, Gino. Net zoals Erwin, die heeft toch altijd zijn camera aan. Met mij, Erwin. Ilias is alweer gedoucht. Ja. Gaan ze ook nog verder douchen in de Indian River. We hadden het er net al even over. Die gaat dus weg. Dus voor ons wordt het de laatste keer dat we in de Indian River gaan. Tot Gino. Ja. Ben je al emotioneel? Ja, dat is niet niks, hè. Want janken tijdens de laatste rit. Janken tijdens de laatste rit. Gaan we met z'n allen zingen, ja? Gaan we het Indian River lied zingen? Nee. Jawel. Is er een Indian River lied?
Ja, je hebt een muziekje, hè? Dat is zo grappig, hè? Het is dus Halloween. En die Belgen spreken dat weer anders uit, hoor. Halloween? Jij zei net iets anders. Zei ik iets anders? Ja. Halloween. Halloween. Halloween? Halloween toch? Ja, het is Halloween. Hij zegt Halloween, hè? Allee. Halloween. Maar allee, Halloween. Ja, maar allee, Halloween. Zo, corona incoming. Oh ja. Een prachtige leuke show. Hey, hebben ze Ziggy ook uitgenodigd, of niet? Allemaal van die suikerspinnen op die koppen. Quincy. Er was inderdaad Quincy's aan. Ja, luister. Over een paar minuten gaan de scarezones open en dan komen er nog meer Quincy's rondlopen. Oh, heel, heel leuk. Ja, leuk. Quincy alleen is al eng, laat staan een hele zone ervan. Zenuwachtig pingel hier. Echt, hè? Zenuwachtige pingel. Ja, aanrijden! Waar lopen ze? Sloop er eigenlijk. Ja. Moet je aan deze kant lopen, hè? Snel. Hierheen. Over invalide gesproken. Over invalide gesproken. Ja. Allemaal invalide, hè? Ja, mijn rug. Niels is invalide. Ilias is invalide. Gino is ondertussen ook terminaal. Naar Engeland. Naar Engeland sowieso. Ja, klopt. Ja, daar liepen we net. Helemaal backstage, hè? We hebben jou bij de ingang zien staan, hè? Nee! Hey Gino, jij bedankt voor het meehelpen. Kevin ook. Hallo! Wat? Lekker man. Ja, het is allemaal wel lang bekost, zo, Gino, Ilias. Lekker man. Wat? Nou, Wilco is er ook weer bij. Ik ben Wilco. En Rens is ook weer bij, ja. Rens, de fatfans. Goed opletten, hè? Goed opletten. De mama zei dat ik water of had, maar dat was niet. Aanspelbocht! Aanspelbocht! Aanspelbocht!
kijk, in de toverwereld was ik met jou pas aan het praten, weet je dat nog? Ja. Ja, daar ging het ook over, jouw standje. Ja, begonnen we Ik heb geen idee. Ik heb geen idee, hè. Ja, ik weet ook van niks. Hun nee, twee, klopt, maar was het idee was, hun twee gingen meekomen. Toen gingen ze opeens spontaan tegen me zeggen, ja, ik ga niet, ik ga kleren kopen. En jij nog een loop? Ja, we gaan eten, ja, dat kan niet meer. Ik dacht van, ja, oké. Okay. Zaten ze de hele maand te zeggen, ja, geen Bobby Aland. Komen hier aan, komen die twee opeens spontaan uit de dode hoek. De reactie van hem is echt heel mooi. Ja. Wat een slecht verhaal. Zo, Wilco. Past er wel weer in, hè? Wil je ook een hapje? Nee, ik hoef niet. Ik wil niet. Ik wil niet op Lars lijken, dus. Heb je smeentje, Tino? Heb je smeentje? Ja. Ja, Ilias heeft een bril nodig. Ja, ik heb een bril nodig, ik zie niks. Ja, nee, hij had alleen zijn ogen even dicht. Niels is zijn horrorpas ophalen. Oh, Niels is even een s***je en dan heeft hij zijn horrorpas. Ja. Hebben jullie ook een horrorpas op? Ja toch. Ja toch? Ja. Hoe heb je dat geregeld dan? Kopen. Ja, alleen gewoon kopen. Dus we leren je geld. Niet hè? Heb ik ook niet meer, dan met eten mee. Ja. Heeft Jochem van Gelder jou niet genoeg uitbetaald? Nee. Ik heb ook mijn laatste geld. En gisteren dus eieren en een pak broodjes gekocht. Zijn laatste bezit. Ik zit nu ook aan de Nutella. Ja, zo waar. Ik heb mijn verkeerde sokken aangetrokken vandaag. Ik had de Nutella moeten aantrekken. Ja, daar zijn we niet. Rondje egg. Rondje egg. Je had eieren gekocht. Je had eieren gekocht, toch? Nou, hier zijn ze. De ex. Mijn nieuwe ex. Mijn nieuwe ex. Zie je het? Quincy is... Wat deed jij nou? Ik ga hem laten schrikken, maar ik durf. Nee, luister. Nu ziet het er wel een beetje armoedig uit, maar je moet hem echt s'avonds doen. Ah. Heel leuk. Nou, Quincy is dus ook mee vandaag. Hij is scare actor. Hij is scare actor geworden. Welkom in mijn winkeltje. Welkom, ik ga jullie toekomst voorspellen. Kom jij maar eens even hier? Ja. Ja? Ja, ik zie het al. Jouw naam is Ilias. Ja, dat wist ik al, want ik kan namelijk alles zien. Wat wil je? Wil je toekomst laten voorspellen door die kaart? Ja. Of wil je door die bal, de magische bal? Het ligt op een bom, dus ik word de bom. Je wilt de bom? Ja. Ik word de bom. Samenko, Ilias, Samala. Oh, ik zie het al. Slechte toekomst. Oh, slechte toekomst. Jij gaat verdrinken. Oh, jij gaat verdrinken in de water. Ik zie nog meer. Ontploffing. Ik zie ontploffing. Hij gaat komen nu. Volgende slachtoffer is Wilco. Ja. Ik weet dat hij wil proberen. Ik heb het gezien op die kaart. Ik liep dat. Ik heb getrokken die kaart 6. Hier ben ik wel dun, hier ben ik dik. Dat klopt, want jouw toekomst gaat heel dun zijn. Yes! Jij gaat eindigen heel slank in die kist. Oh, dat is eigenlijk een voordeel. En je hebt nog maar 6 dagen te leven. Dit. 6 dagen. Ik zie dat in die kaart. Kijk maar, hij vertelt het. Zie je dat? Hij heeft wel dikke tieten. Dat klopt. Die tieten gaan verdwijnen. Ja, nu nog tieten. Nee, dat wordt niet meer. Alles gezien. Oh. Rens? Ja? Jouw toekomst is al voorbij. Oh, in dat geval. Dus je hoeft niet eens te komen. Ja, dan ga ik weer weg. Je mag weer weggaan. Jezus. Zo, Ilias, nou op je corona. Ja, dat is de eerste keer van vanavond. De eerste keer, we gaan die ticketjes ophalen, hè, bij de Corp Pestcontrol. Zo leuk. Alle poppen. Oh ja. Oh, sold out, helaas. Jongens, ik wil helemaal niet in die spookhuizen, maar toch heb ik weer een hoorpas. 2019 waren we hier voor het laatst, dus we zijn hier 3 jaar lang niet geweest. En toen had ik al verteld dat die hoorpassen echt belachelijk goedkoop waren. Toen waren ze €25, nu zijn ze €55. Moet ik je zeggen dat ik dat nog wel goedkoop vind, want je hebt 7 spookhuizen. 7! 7 spookhuizen, Alice, Corp, Sonar, Yummy. Bazaar, de Butcher en de Monasterie. En €25, dus je kan alle spookhuizen overslaan, of tenminste de wachtrijen overslaan. Dus ja, 7 gedeeld door 45 is
Dat moet ik ook helemaal niet aan een berg vragen. Maar dat valt dan best wel mee, dat je, als je dat betaalt en dan ook nog eens met voordelingen. Dus het is nog te doen. Dus, maar ze zijn wel uitverkocht vandaag. Dus we hebben geluk dat we dit voorhand hebben gekocht. Luister, ik ga nu even mijn uitlegje doen. Doe jij even je uitlegje? Vorig jaar had je hier korp. Geen korp, best kan je maar korp. Ja. Helemaal iets anders. En de wachtrij begon zeg maar waar Welp vroeger was. En je werd, dit ga ik spoilers vertellen, want het is helemaal anders. Oké. Je werd met een busje vervoerd. En dan ging het allemaal over maffia's en een monster. En werd je in een kooi gezet. Iedereen kreeg zijn eigen kooi en zo. Dat is helemaal geweldig, helemaal cool. Dat is helemaal veranderd dit jaar. Oh. Dus dat hebben jullie niet meegemaakt. Nee, maar je vindt hem dit jaar beter? Ja, maar het is een heel kort spookhuis. Heel kort spookhuis, maar hij is beter. Hij is beter. Ja. Hij is beter. Nou, dan ben ik wel benieuwd, want we zijn hier dus vorig jaar helemaal niet geweest. We wilden vorig jaar wel gaan. Op de dag zelf? Ja, op de dag zelf hadden we bepaald van we gaan, tenminste op de dag zelf wilden we nog tickets kopen. Ik weet niet meer wat het was. Ik weet het nog. Ik kwam hier dus 's morgens aan en alles was uitverkocht. Alles, spookhuistickets, horrorpassen, alles was uitverkocht. En ja, ik ging helemaal zuur van, alles is uitverkocht, dit, dat. Ik was zo naar de infobalie gegaan om te vragen van, die mensen komen van Nederland en zo, heel lang rijden. En zeiden van, nee, we hebben niks meer. Dus ik zat daar spontaan alleen in het park, jullie waren niet meer aangekomen. Nee, ik denk ik ga dan niet naar Bobby Aanland als er geen Halloween te doen is. Ja. Tenminste, er was wel Halloween te doen, maar we mochten nergens meer in. Het was wel een kut dag, het was kut weer. Wat een kut weer. Kut weer gesproken, gedoond. Ja, echt. What the fuck? Fucking cold. Het is eind oktober, als je deze video kijken, is het al november. Maar eind oktober, laatste weekend van oktober. En wat denk je? Het is vandaag 25 graden. What the fuck? Eind oktober, het lijkt wel zomer, man. Je loopt in je t-shirt. Ik loop in mijn vestie, wat veel te warm is eigenlijk. Het is echt erg. Ja, het is kerst, jongen, gek. Ja, bijna kerst. Bijna kerstmis. Nee. Nee, het duurt nog wel even. Ik ben niet bellen met kerstmis. Oktober is nog bezig. Ja, oktober is nog bezig. Halloween is nog bezig. Het engste spook, die hebben we al gezien. Die is nou weg, dat is Wilco. Heel eng. En Niels, die is nog eventjes, een afspraakje. Hey, Gino. Man. Proostmaat. Ja, de kinderen hebben gedoemd in Kinderland. Ja, precies. Een biertje gezellig. Ja, we gaan 9 uur op. Ja, 9 uur. Worden ze opgehaald door de tante van Wilco. Ja. Moest de vuur weghalen met zijn neefjes ofzo. Alleen, meester moest de kleding kopen. Ja, ik ga niet. Ik ga kleding kopen. Erwin. Nee, is leuk. Ben je weer aan het filmen, Erwin? Ja, nou. Hey Kevin! Hey Erwin! Ja, jij ook hier! Dat had ik zo niet verwacht. Nee, jij wist het al, hè? Alleen, in mijn eentje. Ja. Eerst kom ik hem tegen. Ja, we zijn ontvoerd, hè? Ontvoerd? Ja. Oh, dus hij is jullie tante? Ja. Ja, zie je hem wel! Hey Kevin! Hey Erwin! Wat een toeval dat je ook doet. Dat is wel niet verwacht. Ik ben niet gewoon met Wilco en ineens... Is iedereen hier? Ja. Hey Erwin, wat hoorde ik nou? Er is heel slecht bereik in het park. Ja, het is echt. Dat is toch een hel voor jou? Het is een hel. Je kan niet eens snappen, Erwin. Ik kan niet eens snappen. Ik zit de hele dag op. Ik wil te snappen, er komt niks binnen. Ik dacht, ga ik bijna snappen vandaag. Nou, snap ik het gewoon geen bereik. Hoe ga je nou Jari bereiken, Erwin? Hoe ga je nou Jari bereiken? Hij heeft vandaag überhaupt niet op snap gezeten, anders zouden ze zien dat ik hier ben. Dat is natuurlijk ook niet zo. Ja, dat is waar. Ik kan gewoon niet op snap zitten. Ik had dus mezelf uit gaan zetten van hoog op. Ja, maar hij wist wie dat werkt, hè? Wie rent? Nee, jij. Ja, jij wel. Ik sta gewoon. Zo, Wilco gaat even aan de... Hey Wilco! Er zit geen cola in. Nee, ik wou net zeggen, er zit geen cola in, hè? Ja, joh. Jemig, Wilco! Ja, Jezus. Nou, ik had geen drinken mee vandaag, dus... Oh, nou, dat komt wel juist. What the fuck? Hoe dan? Het gaat ook maar door, hè? Nou, ik zou meteen een rubber zuur hebben als die andere dan weer een shower. Ik denk dat het nog een keer. Ja, Jezus leeft. Oh ja. Heb je dorst, Erwin? Ja, ik heb allemaal opzij. Nou, kom maar door. Ja, dat is grappig. Ja, ik heb het. Dat is ook echt Fanta Zero. Fanta Zero. 5 euro voor deze, 10 euro voor dit. 10 euro voor de fles, ja. Ja, dat is wel. Ik wil wel niet echt helpen, volgens mij.
daar niet doen. Ja, ik ben nu niet terug, ik zeg wat maken. Wat maken? Wat maken? Wat maken? Hij weet niet wat hij zegt. Nee, wat zegt hij? Ik zeg wat maken. Wat maken? Hallo, ben je goed in de kop, man? Hallo? Je wat maken, man? Hallo? Hallo, goed in de kop, hallo, wat maken? Ik kan niet verstaan. Ik kan niet zo goed Pools verstaan. Is geen Pools, Wilco, dat is Turks. Oh, hoe eigenlijk? Ziek er niet aan, dat komt op een rosse. Ik wil niet zo goed Turks verstaan. Maar dat was niet. Ga vechten. Ga vechten met hem. Ga vechten met hem. Ja, wel, jongen. Aardig. Ilias, die breekt zo dadelijk door midden, jongen. Ga voor op. Ja, nee, joh. Wilco gaat gewoon bovenop Ilias zitten, het is klaar. Rens erbij. En dan Erwin er bovenop. Ah, lieve. Nee, dat bier vond ik niet te zuipen. Dat was niet zuipen? Nee. Ik ga er nog in halen. Zo jongens, we hebben even gezellig, hè? Even gezellig. Ja, ja gezellig. Ja. We gaan in het eerste spookhuis. Ik kan nog steeds de naam niet uitspreken. Bazaar Bizar. Zo jammer weer dit. Jij mag nooit meer mee. Jij mag nooit meer mee. Ik wist het van Erwin. Oh, mijn rug. Ik ben dan toe bang. Wie is hier het bangst? Ik denk hij. Nee, ik ben niet bang. Jij. Want Ilias is al heel vaak in geweest. Ja, maar ik schrik nog steeds. Toch, hij schrikt heel hard. Dat weet ik nog van de Efteling. Ja, maar ja, Kevin schrikt ook heel snel aan hals. Oh ja. Dat is waar. Ja. Luister, ik zal tweeën als tweede gaan. Als tweede. Je weet gewoon niet waar je moet stilmen, hè. Die gaat voorop lopen. Wilco gaat voorop. Ik ga achterop. Ik denk dat hij bang is, want hij is het niet gewend. Ja, maar Wilco schrikt niet. Dat schrikt hij niet. Ja, waarom ga jij dan voorop? Als je niet schrikt, waarom ga je dan voorop? Is leuk. Ja, maar dan verpest je het voor anderen. Kevin, volgens mij is Kevin het bangst. Ik ben heel bang. Ik ben tantoe bang, Erwin. Jongens, we gaan nu in de Bizar Bazaar. Ben je tantoe bang, Erwin? De Big Bazaar, ik ben tantoe bang. Welkom Kouden bij de bang. Podcast van Team Park Science. Luister. Welkom bij de... Boom! Oh ja. Rens de vet pens. Niels, ben je tantoe bang? Ja, enorm. Ben je ook zo Kaulo bang, Wilco Bex? Ja, ik liep mij dus de Henry de Stoutzakker zo file. Oh ja. Ik ben tantoe bang. We zijn allemaal tantoe bang. We gaan Kaulo hard schrikken hier in deze spookhuis. Maar... Ik hoor iedereen al gillen. Maar wel mooi, Erwin. Ja, wel mooi. Wel mooi dat ik hier ben. Ja. Zo, er wordt hier gefeest binnen, of niet? Oh, hier gebeurt iets, denk ik. Ik hou zo niet van klaar. Ik hou ook echt niet van klaar. Ik ben zo niet helemaal tegen de muur, alsjeblieft. Tegen de muur? Ja. Inlijn, alsjeblieft. Dankjewel. Heel even achter jou zijn. Auwe. Hebben we een sandwich? Oh, ja. Hanya. Erwin, je bril. Je bril. Nooit nodig gehad. We gaan spacen. Ja, mijn broers en mijn zussen zijn klaar voor jullie. De vraag is, zijn jullie klaar voor hen? Nee. Zet jullie bril maar op en ga maar verder. Oké. Okay. Ja, dat geval. Word ik gisteravond ook. Veel succes. Dankjewel. Zo, maar dit is wel heel spacend dit. Erwin, ik space hem hard. Ik space hem hard. Oh my god. Wie is dit, ouwe? Ilias, zet die bril gewoon af, weet je wel. Ja, man. Ja, anders ziet hij niks. Ja, hij ziet ook heel stil. Ilias, jij kan die bril wel gebruiken. Okay, man. Maar wel mooi. Het engste is nog dat ik mezelf zie. Oh ja, het is een doolhof. Oh, wat leuk. Ja, hè? Ik zie wat jij niet ziet. Nou, geen spoken in ieder geval. Nee, geen spoken. Dat is zo waar. Deze kerf is al mis. Ja. Waar zit ze
Amsterdam? Ja, hier achter de doek. Echt? Achter de doek komt nog eens. Kom op. Wat slecht! Is dit? En hier schrik je dan van. Oh mijn god. Mijn zie je me lachen? Ik heb een lachen. Oh, hier zit iets of niet? Wat een man. Oh, ja, dat is super dood. Daar schrik je dan wel. Hallo, gaat hij ineens op de grond liggen dan? Ja, wat doe jij? Oh, hier is een grond. Oh, die hebben ze onder de grond, hè? Sorry, Ik vind het wel stoppen met roken. Oh! Erwin, we hebben hier veel te weinig voor gebloot. Ja. Waarom lopen we ineens op een matras? Ja, ik wou zeggen, het voelt wel best. Wel, hè? Ze zien er ook uit. We zitten weer in een groep voor ons. Bolognese! Ah, wat slecht weer. Mag je hier binnen vapen of niet? Ik vind het wel. Oh, er staat daar iemand in de hoek. Ja. Goed achtervolgd, Erwin. Ja, dit loopt hartstikke dood. Oh, dit loopt dood? Dat ben je niet. Ja, ik weet het. Ja, ben je zo bang, jongen? Ja, ik ben bang. Elias, je had me van vallen. Hij was geschrokken. Oh, jee. Zo, ik dacht. Ik ben daar in mij. Oh nee. Oh, oh dit in de ring. Oh, wat erg. Jezus. Oh, wat een pin. Oh, Jezus. Wie is dit? Er staat een poppetje. Een poppetje. Is dit ouwe? Hou. Schrok je, Erwin? Ja. Zelfs veer de hoed. Ik schrok ook heel hard. Ja. Dat is horror dat tijdens me. Oh, dit is echt spannend. Ja. En iedereen was zeggen dat deze beter zijn dan de waterbeer. Ja, nou, zie je. Ziet het. Ja, deze heeft allemaal voor ik hier gekomen ben. Wat is dit nou weer? Ja. Nee, dat heb ik nooit eerder gezien. Oh jezus! Oh god, jongens. Zo, dit is echt. Holy shit, dat ding gaat ook helemaal scheef van. Ja, what the fuck, ouwe? Dat ding gaat helemaal scheef. Ja, hey. Dat is wat. What the fuck is dit, ouwe? Wat is dit? Hey, kamers, man. Kamers. Dit is echt. Hey, zo'n Villa Bolt hebben we nog wel nodig. Ja, man. Die wordt blij. Jongens, we komen net uit Bazaar Bizar. Ik kan het nog steeds niet uitspreken. Ilias wel. Big Bazaar. Nou, jullie hebben ons kunnen horen, niet kunnen zien, want je mag niet in de spookhuizen filmen, maar wel hebben we gefilmd of tenminste opgenomen hoe Kaulo bang we waren. Nou, het viel een beetje tegen. Ja, heel erg. Ja, hè? Ja, ja man. Zelfs Veer de Woods was nog beter. Ja, dat is waar. Ja. Ja, zelfs, ik vond dat ook hoor. Zelfs Veer de Woods was beter en die vond ik al heel slecht. Maar dit is echt een huis, ja, daar was ik natuurlijk ook een paar jaar geleden al niet over te spreken. En nog steeds niet. Het is gewoon echt gewoon, slaat nergens op. Maar er zit wel één heel vet effect in. Het zit op het einde. Die laatste scène. Ja, die was vet, hè? Ja. Maar luister, ik heb hem de vorige week gedaan en zo. En was de week daarvoor. Ja, en de week daarvoor en de week daarvoor. Hij is al 20 keer ingegaan. Er missen een paar acteurs, een paar scare momenten. Dus
ik vind hem wel beter dan jullie. Ik bedoel, jullie vinden hem slecht, maar ik vind hem iets beter omdat ik er meerdere keren... We hebben hem niet op zijn volledigste potentie gedaan, zeg maar. Ik vind het wel leuk hoe Ilias probeert het nog een beetje goed te... Ja, ik wil het zeggen, Ilias probeert het goed te praten. Maar nee, maar het is ook echt zo. Dus die twee poppetjes, die hadden het wel gemaakt waarschijnlijk, ja. Ja. Wat je gebeurt? Is drie keer op de grond gaan liggen. Ja, dat is oprecht. Ja. Ja. Ik ben drie keer op de grond gevallen. Je gaat nu al op de grond liggen. Laat staan al die andere huizen straks. Zo, hè? Maar wat gebeurt er op het einde, Gino? Space tunnel. Echt een space tunnel, ouwe. Dat is een beetje misselijk, man. Jij bent misselijk? Die draaierichting. Ja, dat was heel apart. Echt een beetje hoofdpijn. Hij draaide ook echt volgens mij. Ja, hij draaide echt. Dat is echt. Dat is echt. Ja. Nee, maar dat was op het einde was er zo'n soort draaitunnel. Jullie kennen het allemaal wel, zo'n ronddraaiend ding. En deze was oprecht goed, want je had ook zo'n spacebril op. En de plateau waar je op liep, die stond ook scheef of zo. Ik weet niet wat daar was, maar dat stond scheef. Of het ging scheef. Ging die nou wel of niet scheef? Nee, het leek. Echt? Door dat draaien. Maar echt jongen, ik ben misselijk voor het leven. Jij wordt dan misselijk op een rotonde erin. Ja, dat was gewoon een verticale rotonde. Dit kan niet meer aan hoor. Ik ben terminaal. Ja, ga je weer naar Zwolle, Erwin? Ja, ik ga weer naar Zwolle. Eén keer in de ding, ik ga naar Zwolle. Oh, ja, of drie ketchup. Indiana River, dat is leuk hoor. Ja, dat is wel mooi. Ja, we gaan naar de Indiana River speciaal voor Erwin en voor Ilias. Ja. Die houden van nat worden, toch Erwin? Ja, we zullen missen. Zo geen zin om nat te worden. Je houdt het van nat worden, Erwin. Dan nat. Zo geen zin om nat. Je houdt het van nat worden, Erwin. Ja, dat wel. Net zoals gisteravond was je ook nog nat. Ja? Ja. Hij ook van dat worden nieuws? Nee. Normaal niet. Nou, we gaan. En door. We moeten door. Let's go. Heel dat. Is het nou een vrouw of een man, Erwin? Geen idee. Yo. Oké. Wilco heeft ook zo'n baard. Ik ben Kevin Reitz, blijkbaar. Ja, Kevin Reitz. Oh ja. Oh. Komen de kinderen aan dit ding draaien? Jij moet zo even dat ding draaien, Elias. Ja. Oh, hij staat alweer stil. Wat een armoe dit. Kom, we gaan naar het rad van Fortuin. Vroeger stond hier een rat. Ja. Erwin, vroeger stond hier een rat. Maar hij is weer terug, Erwin. Is rat weer terug? Dus ik ga je even op dat rad zetten. Oh, ik wil in het rad. Kom, we gaan in het rad, Erwin. Kom, ga je mee? Ja. Erwin, wil je een lekkere mes in je keel? Ik wil wel een mes in je keel, eindelijk. Dan ga ik jou even op het rad zetten, Erwin. Kijk, Erwin, je krijgt nou een lekkere mes in je keel. Ja. En jij ziet. Ben klaar, man! Je moet er even opstaan, Erwin. Oh, met je rug. En niet zoenen. Ben je klaar? Ja. Ja, man! Oh, I kill him. Voor mij mag het hoor. Niet bedankt. Oh ja. Oh ja. Nou, hij is dead. Hij is dead, oké. Beroerte. Ja. Hebben nu weer vastgeketend en een kaart rondgedraaid. Oh, die vrouw gaat je ook neersteken, Erwin. Kijk maar, 1, 2, hatsa. Ben je klaar? Ik ben zeker. Ready! Heb je dat? Nee. 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 Ik ben hier van die weinige keuze, maar ik ben altijd dus. Wat is dat? Ja. Ja, inderdaad. Ja, wat is dat? Oh ja, wat is dat? Oh, dat is overal lang wachten. Nou, Gino, proost. Gaan we weer. Ze gaat de tijd vanzelf voorbij hier. Jongens,
It's snacky time! Ah, hoeveel snackies... Oh, je hebt hem al ja, op, joh. Ja, mij is al op. Jee, maar je lijkt Lars wel. Ja, ik heb niks. Ilias, wat is dat nou weer? Heb je geen geld meer, Ilias? Ja, wel, zeker wel. Heb je te veel geld uitgegeven aan... Nee. Nee. Kevin. Yo, Erwin. Alles beter dan Happy Snacks. Nee. Ja, dat is wel waar. Nee, alles is beter dan Flamingoland. Daar hadden we pas voor gegeten. Gadverdamme. Ik kom nog steeds mijn neus uit. Ik word echt een keer bij Happy Snacks. Gino is er gewoon ziek van geworden. Gino is letterlijk ziek geworden van het eten van Flamingoland. Ja, jongens, we zijn dus lekker aan het eten. Heerlijke Mexicanen, die zijn oprecht lekker in Bobbejaanland. We hebben nu één spookhuis gedaan, hoeveel moeten we er eigenlijk nog? Zelfs. Hoeveel? Zelfs. Zo ben je erop? We hebben een probleem. Savano is uit de achtbaan gevallen. Ah, jammer weer. Hey, Ilias, ja? Lees dit eens voor. Jupiles. Nee, daar. Oh. een eigen bakske voor het lekkerste snackske. Ook maar ik heb een vlog in. Ilias heeft een trio gehad op het toilet van Happy Snacks. Zou je iets uit te leggen, Ilias? Nee, klaar. Hey, Erwin. Hey. Heb je ook een trio gehad, Erwin? Ja. Op het toilet van Happy Snacks. Met wie? Niet met wie. Oh, dat is wel meer snacks. Interne informatie, Gino. Ik zat gewoon op mijn bak, joh. Ja, luister, ik ben vandaag dus in Bobbejaanland. En ik ben stiekem overal bommen neer aan het zetten. Ja, en dan straks staat er overal een bom. En dan om 9 uur, wanneer het park gesloten is, is het spontaan... Zaalbommen. Hebben jullie lekker gegeten of niet? Nee. Nou ja, zo te zien wel. Nou goed, in elk geval, heb jij lekker gegeten? Wie zit de friet van Rens op te eten? Ja. Nieuws. Wat heb jij, wat loop je nou allemaal te... Jemig. En wat hebben we hier nou? Iwa Pakanefu, Jonko Bob in de Roos. Ik ben hier lekker in Bobbejaanland. En ik ben het geweldig hier. Ik wil jullie allemaal een hele fijne Halloween toewensen. En ik heb een beetje te veel citroenen is gesmoed. Ik zou zeggen, ik ga nog even een lekkere citroenen heen smoken. En dat doe ik natuurlijk niet op straat, maar hier op de stoel. Ewa Pakanefu, ik heb heel veel honger. Maar ik heb al mijn geld uitgegeven aan Jankoes. Ik wil eten. I know. Nee, dat er geen mayonaise of zo. Oh. Trek mij voor me goed. Met mij, Erwin. Mijn rug. Hey, nee, je moet niet vallen. Nee. Jonko Bob, ga je mee in de El Rio? Ik heb zo geen zin om nat te worden, jongen. Klaar. A few moments later. Jongens, minder gewicht. Jullie zullen het nooit raden. Maar vroeger stond hier een rat. Kijk hier. Precies daar waar die skelettenhoofden staan. Allemaal skeletten. Hey, ik zit bijna in jou, man. Vind je dat lekker, Wilco? Nee. Als er iemand in je zit. Alleen mooie meisjes. Maar dat was niet. Oh, Niels is echt zo nat. Hij is nog nooit zo nat geweest. Hij is echt nog nooit zo nat geweest. Oh, al dat nee. What the fuck? Anders nooit zo nat. Oh, waarom? Er is hier allemaal Halloween decoratie. Ja. Kaolo eng hier. De Hel Rio. De Hel Rio? Oh, jongens, we zitten midden op een begraafplaats. Ik ben tand toe nat. Ben je tand toe nat, Erwin? Zet ik je s'avonds ook. En dan gaan we zo erin. Oh, nee! Ah! Erwin, ja. Was je gisteravond te spijkenissen? Nee, ik was niet nat. Oeh. Nee, ik was niet. We vragen er niet eens naar. Oh, kijk, in het midden allemaal skeletten. Oh, wat mooi. In het midden allemaal donnige oma's. Oh, daar gaan we, Erwin. Hier is heel veel skeletten. Oh, wie wordt er het natst? Ik wil... Wilco, je bent nog nooit zo nat geweest. Dat is nog altijd goed is van. Wilco. Ik heb dit nog nooit meegemaakt. Wij zijn
waar. Oh, ouwe, ik word kletsnat. Ouwe. Hey, vet. Ja. Zie je niet hoe nat ik ben? Erin. Man, heel mijn shirt schijnt door. I know. Oh. Ik kan best gewoon echt iedereen zijn gesnapt. Ja. Behalve Niels. Nee. Hey, Wilco, kun je nog door je brilglazen heen kijken of niet? Ja, nog wel. Oh, Wilco, die keer een gol van als er nu mensen spuiten, dan ja, ik denk het wel. Ah, we gaan even lekker spuiten, Erwin. We gaan spuiten. Ja, spuit me nat, ja. Amin. Jari. Oh nee. Jari? Geen spuiten. Nee, we zijn gespaard. Ach, jammer voor je net te laat. Alles is echt net. Jongens, ik heb goed nieuws en ik heb slecht nieuws. Wat willen jullie als eerste? Het slechte nieuws is dus een teringnat. Nee, het goede nieuws is. We zijn nat geworden. Nee, niet nat geworden. Dat valt mee. En het slechte nieuws is, we gaan nu in de Indiana River. Oh, dat is heel slecht nieuws. Dat is goed nieuws. Zo gezin om nat te worden. Ga je mee in de Indiana River, Erwin? Zo gezin om nat te worden. Zie je niet hoe nat ik ben? Oh, die krijg ik. Mijn broek. Mijn broek. Zie je niet hoe nat ik ben? Zo nat. Oh, ik kan weer staan. Ik kan weer lopen. Erwin, het is een wonder. Wonder. Er is een wonder gepleegd. Een wonder gepleegd. Wie heeft jou genezen, Erwin? Jezus. Jij, Kevin. Ah, ik heb hem genezen. Ah, jullie gaan even samen dansen. Dat is wel leuk. Waarschijnlijk wel. Ja, oh, ik ga weer heel op. Wow, dat is precies een jaar geleden. Ja. Nou, deze keer ben jij de keer die lekker ging dansen, Niels? Ja, ja, nee, vorig jaar ook. Daarvoor moet je Erwin zo voor gaan kijken. Oh. En toen was ik heel erg geschrokken. Want we zaten daar aan een tafeltje gewoon te eten. Ik werd zo helemaal meegesleurd, helemaal onder mijn benen gepakt. Die plein overgedragen en die ging met me dansen. Ja, ik schrok helemaal. Is er nog een ex van je? Ja, niet alleen dansen. Nee, niet alleen dansen. Nee. Is gewoon een ex van je, hè? Nee. Oh, niet? Nee, niet. Oh, geen ex. Nee, er zit wel een verhaal achter, maar dat is offline. Gino. Ik denk dat we hier binnen Jari kunnen vinden. Ja, dat denk ik wel. Kinderland. Erwin! Ik dacht dat het heel mijn leven bij. Hey. Ik denk dat hier binnen Erwin dat er Jari zit. Kinderland, ja, waarschijnlijk wel. Maar goed, die laten we even lekker in de ballenbak. Die halen we vannacht gelopen. Kevin. Ja? Ik ben niet vrij, maar het wordt opgesloten. Kijk, hij is het gewend. Want ik ben een Turk. Voor mij, ja, het is Turk. Maar voor mij is het nog even tijd geleden, Erwin. Tijd geleden opgesloten. Ik zit opgesloten. Nee, niet vrij, opgesloten. Wat nu? Gino! Zitten we nou weer in? Zitten we nou weer in? Kijk, er staat je auto. Huh? Er staat je auto. Mijn auto. Ja, we gaan daar met de auto, Gino. Ja. Regenvogels is dicht. Is de regenvogels dicht? Ja. Oh ja, ze waren aan het protesteren. Oh, daar gaan we. Hou je tieten in! Van de Dreamcatcher. Ja, voor een schokkerig kutding. Wat een armoe, zeg. Wat een armoe. Stoot mijn hoofd ook nog. Over armoe gesproken, we lopen door een scare. Waar lopen we eigenlijk? Ja. In de tuin van Jip. Ja, we gaan Erwin laten schrikken. Ja!
Erwin is er van een bellen voor Tovelon. Dat is wie, dat had ik. Hey Marianne met Erwin. Hey Marianne met Erwin. Dit leek me echt veel leuker in de avond. Jawel hè? Ja. Waarom zijn we hier dan? Ja, gewoon te kijken. Ik heb één poppetje gezien, dat was het. Ja. Ja, de armoe weer. Ik vind het echt beter dan Bazaar. Ja. Ilias, hier is die, de enige echte fontein van jou. Ja, dit zijn natuurlijk mijn fonteintjes. Dit zijn de originele hoor. Dit zijn de originele. Nou. Introduceer jezelf even, Ilias. Nou, ik ben Ilias, ik ben de kutter en dit is mijn fonteintje. Nee, daar ga ik niet in staan. Daar ga ik zo niet in staan. A few moments later. Rens is nog nooit... Oh, toch erin staan, hè? Oh ja, iedereen heeft zulke harde Doritos vanavond. Luister, hè. Nu dat de Indiana River weggaat, als ze deze weghalen, hè, dan gooi ik 50 advocaat op Bobby aanland. Waarom? Ja, dit mogen ze niet weghalen. Oh, dit? Nee, dit mogen ze niet. Nee. Hier zit potent, of hoe noem je dat? Ja, geen idee. Er zit iets op. Hoe noem je dat? Erwin, jij weet dat. We weten niet. Nee, misschien weten jullie het. Hoe noem je zoiets als iets alleen van jou is en dat het niet eraf gepakt mag worden? Hoe noem je zoiets? Geen potentie, maar... Ja, bepaalde copyright. Een copyright. Maar het heeft een andere naam, maar we kunnen niet op de naam komen. Help ons even in de chat of in de reacties. Help ons nou. Help ons nou even. Ah, daar ga je Niels, daar ga je. Oh, die heeft zulke harde Doritos allemaal vanavond. Oh, daar ga je Ilias, daar ga je. En Kevin. Oh ja. Oh, dit is toch veel te... Oh. Kevin, ja. Dit is het territorium van Ilias. Het territorium, ja. Nee, dus dit mogen ze niet weghalen. Nou, Bobby Aland, als je kijkt, dit mogen ze niet weghalen. Welkom back. Erwin, je bent nog nooit zo nat geweest, Erwin. Nooit zo nat geweest. Nou, we gaan, en dan gaat die mafkees hier ook. Daarover gesproken, Erwin. We gaan nu in de Indian River, want hij staat er nog. Nog oh, wel. Nog wel. Rens, je dikke kop zit ervoor. Oh. Kevin. Yo. Nee. We gaan afscheid nemen van mijn Indiana River. Ja, want je bent nog nooit zo nat geweest, Erwin. Kijk hier. Dus we gaan nog... Oh ja. Nou, moet je zo meteen maar eens opletten, Erwin. Het is zo erg. Het is zo koud. Ook een slecht verhaal. Nou mensen, ik heb er zoveel zin in. Dit is echt mijn favoriete indoor wild water slide. Heel mooi opgelezen, Erwin. Ja. Ik ben nog nooit zo nat geweest. Maar wel mooi. Ik ben fucking nat! Ik zie niks, hè? Maar wel mooi. Poppetje. Oh ja! Ik ben echt aan het nadruipen. Ben je nat, Chino? Is dit nog? Nee? Jij niet? Een beetje wel. Ben je nat, Wilco? Ik zie het, je brilglazen, je kan er niet meer doorheen kijken. Dat is zo'n waterwal of zo. Heb je een waterhoofd, Wilco? Ja, maar ik ben ook met die jongen van Glow Movies. Ik ben die jongen met die jongen van de Leuke Detector. Luister, dit is een horrorpas, wacht even. Boeien. Oh mijn god. Ja, zo, jij bent ook verzopen, ouwe. Ik ben echt helemaal van voor. Maar Erwin, hoe is het met jou? Nou, ik ben nog nooit zo nat geweest. Wat erg. Maar wel mooi. Tot over voor jou, Erwin. Dat is echt de 80ste keer dat ik dit zeg. Maar gelukkig heb ik een droog shirt mee. Wel verkeerde bar. Oh. Erwin, jij gaat heel de dag lekker. Oh ja. Nou.
Doe maar in de kast. Hij is zo in de prullenbak, Erwin. Je moet hem eruit vissen, Erwin. Nou, zo nat ben ik nu. Toch fucking nat zijn. Heb je het koud, Erwin? Dat is echt fucking koud. 20 minutes later. Ladies and gentlemen, welkom aan boord van de submarine Solar. Ik ben het laatste opgeleid. Eerste officier in dit laatste evacuatieschip met op bestemming de safe zone. De zure regen en nucleaire fallout hebben gezorgd dat 98% van de wereldbevolking of dood is of verandert in vlees etende mutanten. You're safe now. Van zodra de kust eruit is, ben ik weer terug. We zijn nog steeds niet opgedroogd. We zijn weer nat geworden. Nou, nog steeds nat. Van Indian River. We komen net uit de sonar en hierachter staat de horrorpaswachtrij. Ik denk nou... Ja, die is nou ineens leeg. Die is leeg, nu ja. Ineens wel. Wij hebben daar denk ik 20 minuten, 15 minuten gewacht. Ja, best wel lang. Voor als je kan voordringen. Sonar. Ja, was altijd mijn favoriet spookhuis van Bobby Aland. Nee, wel. Ja, Wellep en dan Sonar. Nou, een van de favorieten. Ik vond hem zwaar tegenvallen dit jaar. Zwaar tegenvallen. Ik vond hem echt, ik weet niet. Wat vonden jullie ervan? Ja, ik vond hem eigenlijk best wel leuk hoor. Ja? Maar ja, ik liep best wel voorop. Ja. Ik liep derde. Maar ik liep ook voorop en ik vond hem echt heel erg meevallen. Ja, zoals. Ik schrok echt. Ja, zijn mening telt niet. Want hij schrikt toch niet. Verder van Erwin. Ik vond hem geweldig. Echt weggenoten. Nou, Erwin schrok ook tering. Ik schrok me echt. Ja. Jij zat bijna in mijn tas. Ik zat wel in zijn tas. Ja. Het was zo eng. Maar het zat echt mooi. Er zit wel genoeg eten in, dus daar heb je nou wel wat te eten. Klaar. Verder van Gino. Ja, een beetje slecht man, ik heb geen enkele scare gehad. Nee hè? Niet eens een poppetje gezien dan. Nou, ik heb wel poppetjes gezien, maar ik vond gewoon... ik weet niet, er waren die scare knoppen gingen niet op de juiste momenten af. Maar de decors waren wel mooi. De decors waren mooi. Ja. Heel mooi decor. Ja nou, maar... mijn mening. Ja, nu komt Ilias' mening hoor. Ja, nou ik vond hem goed. Maar ja, wij liepen ook zeg maar best... Ja, maar jij vindt Bizarre ook goed, dus... Ja, maar nee, oké, los daarvan. We liepen zeg maar voorop, dus we kregen echt alles. En ja, ik schrok me echt duizenden keren, dus ik vond hem goed. Ik geef het echt een 7,5, 8 op 10. Hé, hey, maar wel een primeur. Ja, maar nee, ja, maar jullie kregen niks. Wel een primeur. Elias is dit keer niet op de grond gevallen. Nee, dat is waar. Elias is niet op de grond gevallen. Dat is ook voor het eerst. Ja, nou. Bij die clowntje om op de grond vallen en zo. Nee, ik geef het een... 5. 6,5. Vond jij deze slechter dan? 6,5, wat geef jij? Ik vind het ook geen voldoende man. Weer een 5 of zo. Een 5? Ja.
7. Ja, 5. Verdeelde meningen aan. 7,5. 7,5. Kijk hier. 7. Hey, jij hebt een verstand van. Ja. Kijk, we vragen het even aan Piet Paulusma. Wat vond jij ervan, Piet Paulusma? Piet Paulusma geeft een 5. Een 7. Ik wilde het een 9 gegeven. Maar ik krijg van mij een 6,5. Ik krijg hem een 7. Net geen 7. Mooi. Het was echt een spetterende attractie. En dom. Een Pikachu met een punch. Oh ja. Hier ze hebben je Pikachu weer gestolen, Ilias. Ja, weer nou weer. Gewoon weer. Hier heb je hem gewonnen. Ja, hier heb ik hem gewonnen. Dit is de plek. Hier heb je hem gewonnen. Kijk eens aan. Balletje in het tonnetje. Gooi een balletje in het tonnetje en je wint Pikachu. Ja, helaas. Eentje. Spel nummer 2. Oh, bijna. Hoe is dat met jou? Spel 3. Oh, bijna! Nee, dat gaat niet. Nou, rip de geld. Ik kan het hun tenminste wel goed. Dus proberen zonder te betalen. Zonder te betalen. Ja, maar dan ook geen Pikachu of zo krijgen, maar gewoon voor de lol, weet je wel. Want ik heb het nog nooit gedaan. Nee. Nou, ik zou zeggen, vraag het. Heb even chance met de medewerker. Ja, het is goed. En met de oh, ik heb zoiets zo'n heel leuk shot. Hey, we komen net uit, Gino. Weet je dit ding ook alweer? Yummy. 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 Nou, tot nu toe het beste spookhuis. Ik vond hem oprecht heel goed. Jij was al eerder vandaag in geweest, hè? Ja, dat klopt. Inderdaad. En toen was hij ook echt heel goed. Ja, hè? Ik vind dat er heel wat acteurs in zitten, heel veel scares in zijn. Ja. Ja. Het is niet het langste spookhuis, maar het is wel oké qua duratie en qua decoratie. Ja. Ik vind het wel een 8 op 10 waard. 8 op 10, ja. Ik vind inderdaad, dat doen ze wel goed. Deze persoon daar ook hele mooie gedetailleerde huizen. Ja, mijn mening. Wacht even, ik ben nog niet klaar, joh. Oh, joh. Turk, ik ben nog helemaal niet klaar. Nee, het is... ja, wat vond ik het mooiste? Ik weet niet, ik liep voorop. En voorop in de spookhuislopen is eigenlijk veel leuker, want dan krijg je de meeste scares en zo. Is niet altijd zo, want bij Bilo in Walibi Holland had ik echt een slechte ervaring, ook al liep ik voorop. Maar ik vond het oprecht een mooi spookhuis, vaak geschrokken. En tot nu toe gewoon het beste spookhuis. Heel veel scare effecten, je moest kruipen, alles. Wat vond je ervan, Gino? Ja, leuk. Vertel. Ja, ik liep achteraan, dus kreeg ik al die poppetjes in mijn nek. Hier poppetjes in je nek? Ja, zo. Oh, zo? Ja. Oh, lekker. Geluid er ook bij. Ja, nou. Wat vond je de beste scène? Ja, weet niet. De cleaning room. De cleaning room. Vond jij het leukste, Ilias? Ja, ik vond het... Ja, godverdomme. Ja, ik vond het leukste op het einde waar je door die donkere gangetjes heen ging. Spannend. Ja, nou, er kwam echt van elke kant iemand op. Ja. Donkere gangetjes. Ja, donkere gangetjes. Ja, luister, ik geef hem een 9. 9? Zo. Hou jij ook van donkere gangetjes, ja, Erwin? Ja, ook door. Weet je wat het beste was? Dat lijk waar ze zo in zaten te vroeten. Echt heerlijk. Echt geweldig. Echt heel mooi. Hè, toch? Decoratief. En we werden al bijna omvergelopen met een of andere slag of zo. Oh ja, dat was zo waar. Maar jij zat echt zo in, hoor. Ja, ja. Wat voor cijfer geef je het, Gino? Zas. Wat voor cijfer geeft het, Erwin? 8,2. 6,5. Hij zegt alles. Dat is tot nu toe wel een voldoende, want die had je nog niet gegeven vandaag. Nee. Nee, jij geeft het een 9. Ja, 9. 9. Ik wil toelichting geven. Nee. Dat mag je niet. Ondanks dat hij je niet echt schrikt. Jawel. Ja, is wel leuk verhaal en al. Ja, maar je schrikt er wel in, maar die mafke schrikt gewoon niet. Nee, hij is nooit bang. Wilco is nooit bang. Ik ben zo tante vaak geschrokken. Nee, ik geef het een... ik denk toch wel een 8. Veel beter dan in 2019. Toen vond ik het tegenvallen. En nu vond ik hem, ja, ik vond hem wel... Nou, mooi toch? Wel mooi. Wel mooi. Bij deze spookhuis hadden we geen geluidsopname gemaakt. Helemaal vergeten. Ja,
Je hoort ook niet zoveel. Het is een beetje raar om naar te kijken misschien. Maar, wat wou ik nou zeggen? Ik weet het niet meer. Oh ja, in het begin had je het muziekje van Slaughterhouse. Tino, start hem even in. Zo. Dat is symbolica. Hoe gaat het alweer? Zo. Nou, precies 7 seconden, dan krijgen we geen copyright. Ik weet het niet. Ik ben eigenlijk gewoon positief verrast over Yummy. Ja, had ik niet verwacht. Normaal gesproken, als ik het huis heel slecht vind, dan vind ik hem het jaar daarna ineens wel leuk. Of andersom. Maar goed, Erwin. Ja. Waar gaan we nou naartoe, Erwin? Ik was positief verrast. Maar dat wil je een smintje, Erwin? Ja. Ja. Waar we nu naartoe gaan. We gaan nu naar de Slaughterhouse. Er zat zoveel Slaughterhouse om te doen dit jaar. Was het maar zo'n feest. Ja, er zat zoveel Slaughterhouse. Erwin, jij was gisteren in Slaughterhouse geweest in Walibi, hè? Ja. Vertel je ervaring. Nou, ik vond het echt geweldig. Echt mooi. Dat was het. Oh. Goed gedecoreerd. Ja, echt een 9+ ervaring. Gewoon mooie effecten ook. Echt, ik kan ze natuurlijk niet spoileren, dat neem ik aan, maar ik vond... Jawel, je mag alles spoileren. Sinds het nog online staat, is alles al lang van. Ja, precies. Ja. En anders spoel je maar lekker door. Ja, ik vond het heel mooi, zeg maar, dat op regels... Gaat niet, je bent een première, gaat niet. Nee. Voor mij hing er ook zo'n stuk vlees aan een haak en die werd helemaal in elkaar gerost. Dus ik denk, nou, ik ga zo ook. Maar goed, ik vertel me niet wat er gebeurde. Verder, die stempel natuurlijk. Ik heb 3 dagen weer rondgelopen. Oh nee, ik heb er gisteren pas gekregen. En verder, het was gewoon mooi, decoratief. Goede maskers of asmie, ik weet niet. Het zag allemaal heel mooi en Erwin. Echt een 9+ ervaring. Erwin, wat een onwijs slecht verhaal. Zo jammer weer dit. Maar goed, het gaat hier niet over Walibi, het gaat hier over Bobby Aland. Ik ben alles, ik ben altijd positief, hè. Behalve over de Big Bazaar. Die Big Bazaar is goed nergens op vandaag. Big Bazaar. Oh, je had het echt moeten zien, maar hij was wel spacend. Je kreeg ook een space. Ik heb nog steeds last van. Zit je nog steeds in je space? Ja man, nog steeds aan het draaien. Ja, leuk. Over draaien gesproken, hier zijn ze ook iets aan het draaien. Dikke danceparty gaan we misschien vanavond nog naartoe. Maar we moeten nog 4 spookhuizen, dus er zit een beetje tempo in vanavond. Anders redden we niet alles. Wie moet er als eerst? Jij. Oh, dan ga ik wel als eerst. Oké, ga je dan maar weer. Hallo, vrouw. Oh, lekker. Kijk eens, Erwin. Jari. Oh, ja. Kijk, Jari ligt er ook bij. Goedenavond. Heren, op het einde van de rit moet een worstje meepakken. Dan ligt er misschien tenminste nog iets in die broeken. We gaan zo meteen achter elkaar lopen. Handen op de schouders van degene die voor u loopt. Gaat dat lukken voor iedereen? Ja hoor. Oké, ik zal proberen langzaam te lopen. Ik
Dat was het. Oh, kijk het aan! Dat was het. Dat was het. Alsjeblieft. Ik hoop dat je er allemaal natuurlijk van genoten hebt. Het is wel mist of big uit de Efteling. Hey, hoe... Was dit? Liggen die kruiden hier nog? Ja. Dat was allemaal. Eén zakje pak ik niet per persoon. Dat zijn vleeskruiden. De kruiden die wij van als vlees doen. Wilco, dat jij ook eens kerk bent. Oh, leuk. Alsjeblieft. Spice mix, Erwin. Nou, ik hoop dat jullie dat maar genoten hebben. Spice mix. Nou jongens, wat ik al zei, we hebben haast. We zitten al in de volgende... Hallo? Stilte op de set. Ja, ga gewoon weg. We komen net uit, hoe heet die, Texas? Texas Butcher. Texas Butcher. Nou ja, onze nieuwe spookhuis. Gino en ik liepen voorop. Was je geschrokken, Gino? Niet echt eigenlijk. Niet echt? Nee. Nee. Ja, ik wel een paar keer, maar niet zoveel keer als bij Yumi. Ik vond Yumi echt bij far veel beter dan Texas. Moet je wel zeggen dat ik hem dan nu op 2 zet. En dan Sonar en dan Bizar Bizar. Bizar Bizar, nou goed, maakt niet uit. Ik kan nog steeds meer Yumi op. Voor nu dan, hè. Ik vond het wel lachen het begin, hè. Allemaal worstjes, Erwin. Ja, allemaal lekkere worstjes. En dan mocht je er ook geen meenemen, want... Ja. Nou, dat werd gezegd dat we een worstje moesten meenemen. Moet je kijken. Het zijn kruiden die we mee hebben gekregen. Kruiden. Spicy kruiden. Lekker op je worstje. Lekker hoor. Ja. Oh, zal ik vanavond op mijn worstje doen? Vanavond op je worstje doen. Nee, zullen we vanavond lekker op ons worstje doen? Ja. En door. En door. Er zat heel veel geureffect in het huis. Er zat één kamer letterlijk echt bijna over mijn nek. Maar dat was kotsgeur. Ja, dat was echt kotsgeur. Ik vond het zo vies. Dat is echt vies. Ik ging over mijn nek. Ja, ik ging oprecht bijna over mijn nek. Dat was echt vies. Ging jij niet over je nek? Ik ging echt bijna over mijn nek daar. Hij is het gewend, maar ik vond het echt vies. Ja. Toch? Ja, echt vies. Daar ga ik echt de klacht over in, want dat kan niet. Wat voor het beste Erwin van het huis? Ja, dat lijk waar we ingevoed werd. Vind ik altijd leuk. Ja, werd er weer in een lijk gevoed, ja. En die varkens, ik ook niet. In het begin waren zo erg, die waren gewoon net echt. Daar liep ik bijna tegenaan. Ja. Ja. Maar hij was ook, ik vond het zo leuk, hij schrok echt bij iedere scare schrok jij. Ja. Dat voelde ik helemaal zo. Je schrok zelfs van je leerkracht. Ja, luister. Die kwam met een mes zo in zijn nek. Ja, luister, mijn leerkracht is dus acteur daarbinnen. En die had zo'n soort mesje. En die zat er echt zo helemaal in mijn oren te doen. Dat vind ik niet leuk. Maar nee. ik vond hem niet beter dan Yumi, maar wel beter dan de andere twee. Ik geef hem... 7. Cijfer geef jij, Niels? Een 7,5. Zoiets ongeveer. Sas. 7,5. 7,5. 5,3. Hij is zo negatief. Ik geef het een 7. Iedereen heeft hoger dan een 6. Komt Wilco aan. Ja. En 5,3. Wilco is tot nu toe. We hebben 4 spookhuizen gedaan. Dan zegt bij elk huis. Ja. Alles was tegen. Ik ben eens bij meer van. Ik vond het nog meer van. Het is echt tegenvallen. Ja, maar dan moet je niet naar Bobby aan. Want Wilco, ben je wel eens bang voor? Alleen maar van spoken. Alleen maar van spoken. Maar Wilco, ik ken een heel eng spook. Zo jammer weer dit, hè. Zo jammer. Doet hij weer niet mee, die Wilco, hè. Ja, maar ik weet niet wat er vandaan komt. Maar jij bent die keek de vlogs niet. Ja, maar jij bent toch bang voor spoken? Oh ja, wauw. Hallo vrouw. Daar hebben ze Anna Hendrik als stroopzouder. Wat vond jij ervan, van Texas Butcher? Ja, ik vond het gewoon dik. Wilco, jij weet toch dat spoken niet bestaan? Nou, een dat is mijn levende bewijs. En een half. Oh, wat? Wilco, ik zou daar niet op gaan. Wilco, heel dat ding weer gesloopt. Net als het pijpje van Erwin. Oh. Erwin. Hou je bek. Wilco, hou op. Hou op. Oké, let's go. Oké, komt ie. Zo jammer weer dit. Zo jammer. Zo jammer weer dit. Nou jongens, het volgende spookhuis.
voor. Het is eigenlijk de vervanger van Wellen. Zo moet je het een beetje zien. En Ilias had al uitleg gegeven over wat er veranderd was en zo. Ik heb gehoord dat het een kort spookhuis is. Laat me verrassen, ben je hyped? Nee. Nee? Nee. Ben je hyped? Nee, ik kijk ook niet. Zou me een worst lezen? Nou, ja. Was in het vorige spookhuis, kreeg je een worst? Erwin! Erwin! Doof hè, die oude man. Ja. Oh. Ja. Hallo. Hey Erwin. Hey. Ben je bang? Ja, want deze ken ik niet. Kou, oh dat is hem. Ik ben kou, Loban. Oh. Sorry, merci, dank u, sorry. Kevin, ik ben echt tantoe bang. Ben je tantoe bang, ja? Welkom bij Quad Corporation. We verkopen chemicaliën en pesticiden. Binnen gaan jullie al onze producten kunnen zien, raak niets aan. Als er iets beweegt, raak het niet aan. Neem je zo dadelijk mee naar de desinfectiezone om proper te maken. En dan volgen jullie de gele lijnen. Veel plezier. Hij was wel mooi, maar wel mooi, Erwin. Hij was wel mooi. Texas was beter. Texas was beter, hè? Ja. Nee, ik vond...
Dat was echt die hele spookhuis was eigenlijk blacklight. Alles was blacklight. En daar hadden ze een beetje op ingespeeld. Voor de rest, de spoken in dit huis was allemaal een beetje hetzelfde. Een beetje hetzelfde poppetjes. En de scare op het einde was letterlijk... Ja, het was echt zo'n soort spook, maar dan slecht, zeg maar. Dus ik... ja, ik... 6. Ik vond hem minder dan de vorige. Ja. Wat vond jij? Beschrijf het huis een beetje, Gino. Het lijkt wel een klein beetje op ja. Wat doen we eigenlijk allemaal? Ja, je in een andere kamer met allemaal onze eerste kamer. En je kwam zeg maar in de kamer met allemaal glazen, dingen waar allemaal insecten in zaten en zo. En je mocht niks aanraken. En dan moest je zeg maar kijken naar alles. En dan gingen opeens alle lichten uit. Moest je doorlopen, moest je kruipen. En dan kwam je in de kamer met allemaal kooien waar allemaal monsters in zaten en zo. En dat was het eigenlijk. Waarom moet je overal kruipen? Ja, echt hè? Mijn rug is kapot. Overal kruipen, het is verschrikkelijk. Erwin, je rug. Echt mijn rug van alle gekruip. Gaten gekruip. Nee, het is allemaal kruipen. Dat was een schoepje. Wat gebeurde er daar nou? Dat was een schoepje van mijn schoen. Oh, schuim. Oh, lekker. Wat vind jij ervan, Niels? Ja, ik weet niet. Ik vind deze heb ik altijd veel minder gevonden dan de andere. Nou, tezamen met Bazaar Bizar vind ik het wel de minste van het park. Maar als je hem vergelijkt met die van vorig jaar, vind je dan deze beter? Deze is beter wel tegen vorig jaar. Ja, ik vond vorig jaar korp helemaal mijn ding niet. Ik vond hem echt niet goed. Ik vond hem heel zwak ook. Maar dit jaar hebben ze heel wat aanpassingen gedaan. Het thema een klein beetje veranderd. Ja, vorig jaar ging het allemaal over maffia's en zo. Ja. En over een beest en een dierenveiling. En nu is het over pest control, dat ze zo insecten en zo ongediertes bestrijden en zo. Ik vind dit wel beter dan vorig jaar. Ja, dat wel. Ja. Maar alleen vind ik het, vorig jaar had je een busritje en werd je kooien geduwd. Gingen die kooien schudden en zo. Dat was wel leuk, maar dit is wel beter dan vorig jaar. Oké, nou als jullie het zeggen. Ja. Nou, als dat het is, dan gaan we door. Vacatino, waar zijn we nu? Quincy. We zijn nog best bij Quincy. Dat is de Quincy Zone. Er zijn allemaal Quincy's lopen. Quincy staat daar achter, ik weet niet of je kan zien. Ja, Quincy. Dat is de vader van Quincy. Papa. Kijk, hier loopt Quincy. Yo, gast van YouTube. De volgende is speciaal voor Bobby Aland. Ja, was hakken. Die remix dan een van de liedjes van Bobby aan het schroepen. Top? Ja. Top. En ik ga we gaan in de furry. Oh, ook leuk. Zie je toch? We gaan in de furry. Ja. En we gaan even een achtbaantje tussendoor pakken, want deze hebben we nog niet gedaan vandaag. Dus we dachten van, we pakken hem gewoon even mee. Typhoon Chweching. Zouden ze niet beter? Wat heb jij voor een aanval? Ja, het heet autisme. Ja, jongens, we komen uit Typhoon. Je hoort het al. Het was de eerste keer voor Wilkom. Wilkom, waar ben je? Hier ben ik. Ja, je bent bijna niet te zien, maar mijn lamp is kapot. Tenminste, hij is leeg, dus we zijn slecht uitgelicht. Maar jullie horen Wilkom waarschijnlijk wel. Ja, hij is wel leuk. Maar er is altijd een maar bij mij. Het is altijd een maar, hè? Altijd een maar. Ja. Ik vond hem wel een beetje schokkerig. Wat klagen mensen toch altijd dat hij zo schokkerig is?
was. Hij was heel leuk. Heel leuk. Erwin was ook mee. Leuk. Erwin gaat weer niet mee, hè? Woe! Met het vuureffect gemist, helaas. Wat vond je van de tyfoon, Gino? Opvallend super, man. Wel, hè? Kijk, hè? Eindelijk iemand die het ook zegt. Dat is gewoon prima te doen. We gaan nu door, want we moeten door. We gaan naar Monastery. Nieuwste spookhuis van dit jaar. Is toch mooi, Wilco? Is gewoon een soepel ding. Zeker deze avond. Ik vond hem echt opvallend soepel, wat Gino ook al zegt. Normaal gesproken is hij wel iets schokkerig. Ik vind het niet erg. Ik blijf het gewoon een leuk ding vinden, Typhoon. Ja, dat was goed één bocht. Dan denk ik net als tanden eruit vielen. Zo'n tanden eruit vielen? Ja. Hij kan ze wel uitstaan als je wil. Nee. Nee. Nou, we zijn nog steeds heel slecht uitgelicht. We staan dus in de wachtrij van Monastery. Ik ben echt blij dat we niet in de normale rij staan. Kijk eens aan, er wordt gewoon licht gefixt hier. Wat een lichtman hebben we aangenomen. Nee, dit is de normale rij. Ja, ik was vergeten dat ik gewoon een functie heb op mijn camera waardoor ik gewoon wel uitgelicht ben. Dus bij deze, ik ben uitgelicht. Ik ben helemaal slaan. Hè? Ik ben helemaal slaan. De lichtman is bij deze ontslagen. Helaas. Hey, jammer. Helaas. Nou, Monastery staat in het teken van, dat weet nieuws. Een klooster. Een klooster. Je gaat op bezinning om jezelf als persoon dichter bij God te plaatsen. Maar er is een twist. Er is een twist. Ja. Wat twist? Er is een twist. Want je gaat op bezinning om jezelf dichter tot bij God te plaatsen. Oh ja. Maar er is een twist. De paters en de nonnen zijn misschien toch niet zo vriendelijk als gedacht. Ja, nou, een kort samengevat, het is een huis vol met nonnen. Oeh. En non-binair. Oprecht heel bang. En non-binair. Erwin, ben je bang voor nonnen, Erwin? Ik ben bang voor nonnen. Ja? Ik heb de nan gezien. Ja, je hebt de nan gezien. De nan gezien. Is het eng? Ik vind het wel... Ik vind het oprecht het engste huis. Ja? Ik vind het alles beter, maar ik vind het het engste ja. huis. Oeh. Ja, we hebben de twee beste voor het laatst bewaard. Dus de... ministerie. En Alice voor het laatst. Alice. Maak er een grap over, maar ik ben echt koulo van. Hij is koulo van. Ja, hij is koulo van. Hey, ik ben echt hyped voor Alice. Heel de dag gewoon helemaal hyped voor Alice. Nou, we gaan door. We moeten door. Maar nee, laat me dan in het midden. Laat me dan tenminste het midden. Nee, jij mag op. Allee, zet je hem. Oh, jee. Ja, allee. Ik ben geen christenen, ik ben een moslim. Oh. Geurde zondag. Welkom in onze kapel. Jullie zijn hier om te bezinnen? Ja. Laat al die kwade gedachten maar hier, want hier is geen licht aan het eind van de tunnel. Ja. Mijn broeders en zusters verwachten jullie helemaal achteraan, maar stap goed door, want het kwade dwaalt door de gangen. Ga jullie gang, want zij met u. Stelte! Oh, jemig. Ik wil niet van op. Je moet. Nee, nee. Oh! Haha! Oh, Erwin, dat gaat jouw kast wel. Ja, joh. Oh my god. Ja, maar alleen. Wilco, je bent nog maar. Wow! Ik schrok oprecht, hè. Wilco is koud. Zonder maar. Ben je ook zo'n koude bang? Ik ben koude bang. Wat is dit dan? Oh mijn god, wat is dit dan? Ik ben koude bang. Er is sowieso eentje nep. Deze is echt. Deze is nep. Oh, ze zijn allemaal nep. Huh? Ze zijn allemaal nep. Ja, nee, ik durf oprecht niet voorop. Ik durf niet meer voorop. Ik durf niet meer voorop. Elias, ga maar, Elias, ik zie je wat nog maar. Elias, ik ben bijna gegrond. Hallo, vrouw. Ah!
Ja, geweldig. Ik wou een cijfer geven. Oh, ja, ik geef een cijfer tussen de 7 en de 7,5. Dat is nog wel laag, hè? Het is nogal laag, hè? Tussen 9,5. Ja, 9,5? Of 9? Wat zou ik doen? 9,5. Ik vond het echt heel goed. Dat vind ik wel hoog, hoor. Ja. Ik geef het ook een 9,5. Kijk. Het waren allemaal nonnen. Het hele huis bestond uit nonnen. Als je gaat om decoratie in het huis, vond ik het echt wel dikke 9. Ja, dat is ook wel. Echt fucking goed. Maar bij Gogol is de decoratie ook heel goed. Nee, dat vind ik niet. Nee, minder. Ja, ik vond het in het begin met die aquariums vond ik heel vet. Bij Gogol. Ja, maar die hebben we al gehad, Wilco. We gaan nu over Monster Street praten. Ja, die vond ik weer kei tof. Omdat het een oude kerk is. Ja, inderdaad. Een soort kerkklanten. Kerkklanten. Ja. Kermis! Godverdomme, het over één week. Kerstmis! Wacht. Nee. Zo jammer weer dit. Ja, laten we maar doorgaan, anders kunnen daar niet meer in de. Hallo, ja, we gaan vertellen. Ja, even mening, Monastery, heel mooi. Heel veel geschrokken. Er zat ook een spiegeldolf in. En achter die spiegels was helemaal donker. En dan ineens ging de licht aan en was een non. Of een soort gevangenisachtig iets. En er zat een non achter. En dan ineens stond die voor je, zeg maar. Ja, het was echt heel vet. Ik vond echt een heel mooi spookhuis. En het einde was heel grappig, Tino. You know? Ja. We zeiden elke keer, ja, poppetje. Allemaal van die poppetje, weet je wel. Al die acteurs zijn allemaal poppetjes. Dus die acteur die kwam. Poppetje. Is het denk ik misschien iemand die ons, die jou herkent? Dat kan. Heel vaak poppetje. Ja, maar als ik het cijfer geef, ik vond hem net iets beter dan Yumi, dus ik geef het een 8,3. Ja, ik vond het goed. Ik durfde niet meer voorop te lopen, maar ja, toch gedaan. En ik geef hem een 9,5. 9,5? Ja, ik vond het echt goed. En jij, Erwin? Nogmaals, 9,5, heel goed. 8. Ja. En jij? 8,5. Ja. Jij was een
7,5. Ja, 7 en 7,5. 7. Ja? En jij? Oh. Cijfer. 9,5. 9,5. Oké. Okay. Oh, 9. Nou ja, goed. Ja, ik ben natuurlijk best wel wat gewend, maar moet je wel zeggen, pas op. Als ik tot nu toe kijk naar wat ik tot nu toe dit Halloween seizoen heb gedaan, is het oprecht een van de betere spookhuizen die we hebben gedaan. Nu moeten we naar Alice gaan. We moeten nog naar Alice. Oh, tijd voor Alice. Toch Erwin? Alice? Oh, Alice. Who the fuck is Alice? Who the fuck is Alice? Erwin, een scare actor achter je. Daar. Oh jezus. Echt, ik kijk eroverheen. Doodeng. Oh ja, ja, het is wel bekend van Blackpool. Alice. Erwin, waar is dat liedje van? Waarvan? Oh, van, ik weet niet. Ik weet het niet. Het is van de mini-Efteling, Erwin. Het is van de mini-Efteling. Het is van de mini-Efteling. Eigenlijk heel grappig. Die character die was kleiner dan Gino. Schrijf het er maar. Wat racistisch weer, Erwin. Wat racistisch weer. Ja, ik kan er ook niks aan doen. Denk ook eens aan de kleinere mensen, Erwin. Denk ook eens aan de kleinere mensen. Kijk, Erwin, daar lig je. Nou, dat is mijn toekomst. Dat is je toekomst, ja. Doe niet lang meer. Oh, nou, nu gaan we echt naar Alice. Daar zijn jullie. Hallo. Oh ja. Villa Volta. Ja. Oh. Is dit te laat? Ja. Voor je excuus? Ja, geen idee. Bla bla. We werden niet binnengelaten. We hebben echt in deze deuren. Ja. Jullie lopen. Alice is boos. Heel boos. Alice is boos. Is dit te laat? Dus. Je deur gaat de deur niet open gaan. Ik wil voorop komen. Echt kamer. Oh ja, we gaan voor. Dag nul inderdaad. Ja, worden verwacht bij de hartenkoningin. Alles loopt hier dood. Huh? We moeten hier door, we moeten hier door. Alles hier loopt dood. Alles loopt hier dood. Wat is dit dan weer? Hallo? Dat was Alice. Doof houden. Ja? Piepen mooi. Big boy! Oh, the Queen's Guard! Oh, dat is een engel. I will kill you. Ik vind naar boven lopen. Jullie zijn net op tijd. Kom maar hier vanaf de tafel. Ja, tafel.
welkom. Welkom in de volgende kamer, die zijn op de tijd. Ik ging net het avondeten van ons ergens bereiden, maar daarvoor heb ik nog wat lekker zorg. Dus ik zoek iemand die iets wil koffen. Hebben jullie misschien iets te meer? Ja, Erwin. Teentjes. Nee, nee. Erwin, jij kan nog een voetmisser. Ja, hij kan nog een voetmisser, zegt hij. Eigenlijk zegt hij het over zichzelf. Ja, hij, ik praat even met de hartenkoningin voor iets met jou kunnen aanvangen. Ja. Ik kom zo bij jullie terug, wacht even. Kunnen we onszelf hier niet aanvangen? Ja, komt die baas, is het daar. Je mag helemaal naar de volgende baan. Oh. Wow! Ik kan toen slecht die knopje uit, maar toch bedankt! Oh. Jij? Ja. En jij, er is tegen de muur nu? De rest aan die kant? Ga eens opschuiven aan die kant. Ga ik neerzetten? Ik ga opschuiven! Jij bent er klaar voor? Zeg nee. Oh ja! Kom eraf! Oh. Ga! Oké. Oh! Miauw! Zeg! Wat doen jullie hier? Ja, dat weet ik zelf ook niet wat we hier doen. Neem jullie mee naar het einde! Oh! Huh? Door! Nee, we moeten heen dan! We moeten door! Ja, waarheen? Oh. Waarheen? Hier, daar! Oh ja, weet ik veel! Ja, dit is een doolhof! Oh nee! Toon! Oh! Oh, kuts! Daar schrik ik heel erg van! Oh! Oh ja! Hallo! Mogen we nog niet? Nee, ja? Nee, ik denk niet. Ja, ik moet wat doen. Zo, volgende spookhuis hebben we gedaan. Alice, ik was helemaal hyped over Alice. En het was goed, hè? He? Het was echt heel goed. Ja. Helemaal hyped over Alice. Het was nog even spannend toen we hier aankwamen. Want we mochten bijna niet meer naar binnen, maar het is toch, ja, gelukt. Het is toch gelukt. Alice, ja, want ja, alle deuren gaan voor Erwin open. Alle deuren gaan voor Erwin ook. Erwin heeft het geregeld, hè? Gelukkig was ik erbij. Ja, Erwin was er altijd bij. Maar in elk geval, Alice. Ja, goed. Ik was er dus heel de dag al hyped over. Niet onterecht, want het was echt. Denk wel het beste spookhuis van de dag. Ja, ja. Ik vind het. Ik vond de vorige beter. Zelfs jij vindt. Jij vond de vorige beter? Ja. Ik vond ze aan elkaar gewaagd. Maar ik vond hier, ja, weet je, het is Alice, dat ken je natuurlijk. Behalve Wilco. Behalve Wilco. Wilco is de enige die hier Alice niet kent. Nee. Hoe de fuck is Alice? Ja. Dat dacht hij ook. Hey. Wat gebeurt er allemaal binnen, Erwin? Ja, van alles. Heel Alice wordt uitgedeeld, maar ja, hoe de fuck is Alice? Ja, Alice. Ja. We hebben iedereen Alice, gezien. Alice, de konijn Alice. Hebben gezien. We hebben die Mad Hatter gezien. Die, inderdaad, die Queen. Queen Alice. Hebben gezien. En je moest ook hier weer kruipen. Elke spookhuis hebben we gekropen. Ja, dat is ongelooflijk. We hebben overal gekropen. Behalve bij die bizar niet. Ja. En die Solar volgens mij ook niet. Jawel. En Monastery ook niet. Monastery wel. Nee. Wij werden op een bepaald moment zelfs onthoofd, Kevin. Ja, wij werden onthoofd inderdaad. Ja. Dat was een heel leuke scène, vond ik. Ja, wij twee werden onthoofd, Niels en ik. Iedereen moest zo op zijn knieën gaan zitten en wij twee werden dan onthoofd. Als een kip zonder kop. Dat vind ik echt heel goed aan de zus, want het is interactie. Ik denk, waarom moet ik nou weer op mijn knieën gaan zitten? Nou ja, ik vond het gewoon een heel mooi gedecoreerd huis, want het is echt gewoon, je moet je voorstellen, dit stond er niet. Dit staat er normaal gesproken niet, dus ja, nee. Het is echt helemaal opgezet. Ja, we mogen helaas niet filmen binnen, maar ik vond het echt heel mooi gemaakt. Gewoon alles tot in detail, zo kwam in een dolf terecht, dat is gewoon echt Alice. En dan, ja, dat. Ja, leuk. Zo, wat was je ervaring, Gino? Ja, eigenlijk vond ik het niet heel veel aan. Nee? Nee. Hij was wel mooi en hij was wel redelijk goed, maar... Ideas over de
Ja, nee. Ja. Ik vond hem vooral mooi, maar niet eng of zo. Ja, ik weet niet. Nee, als je echt om strikeffecten gaat en om dat soort dingen, dan was die Monastery beter. Ja, ik ben hier niet geschrokken, dat laat ik het zo zeggen. Maar... Ja, maar nee. Ik ben hier wel geschrokken. Ja, ja. Ik niet. Ben jij geschrokken, Wilco? Van wie ben jij geschrokken? Ja, door een effect of zo. Ja. Wat voor effect? Ja, dat weet ik al niet meer. Ik weet het niet. Waar we nog dieren zaten of zo. Nee, dat niet. Dat vond ik echt lachwekkend. Ik dacht, nog armoediger dan Toverlon, dat kan. Zo waar. Nee, dat was Alice. Even kort samengevat van cijfer. Ik geef het denk ik een... Ik zal... Ja, dan geef ik hem toch net iets minder dan die Monastery. Dan geef ik het een 8. Dat komt puur inderdaad omdat er zaten geen schrik-effecten in. Maar qua mooiheid dan weer een dikke 9. Dus ik zal het een 8 geven. En jij? Denk ook een 9,5. Denk ik. Ik zet het in hetzelfde als Monastery. Maar deze vind ik iets beter. 9,5. Ja, ik zou zelfs bijna 10 zeggen. Ik vind dit echt geweldig. Ja? Het is inderdaad niet bepaald eng of zo, maar gewoon een lange experience. De oog voor detail qua decoratie en zo. En het verhaal moet. Ja, iedereen kent Alice zoals ze zegt. Ik vind het heel leuk. Behalve Wilco, die kent het niet. Behalve Wilco dan. Ja. Ik vind dit echt een van de beste spookhuizen die ik ooit heb gedaan. Oké, cool. Maar ja, ik heb natuurlijk nog nooit Toverland gedaan of Engeland zoals jij allemaal hebt meegemaakt. Ja, okay. Al die dingen heb ik nog niet gedaan. Bij mij is het eerder Benelux, zonder Walibi Holland en Toverland. Mm. Dus ja, eigenlijk zijn mijn opties helemaal niet zo breed qua Halloween. Dus ja, deze is toch een van mijn favorieten. Jij hebt wel veel gedaan, Erwin. Ja, ik vind dat de Slaughterhouse toch wel beter. Ja, dat vond ik ook. Ja, dat sowieso. En ik moet zeggen, hier vind ik eigenlijk misschien denk ik net iets beter, toch? Ja, ik twijfel. Het zijn allebei echt hele mooie huizen. Van Alice en Monastery. Echt, het zijn twee nieuwe en het is echt topkwaliteit, hoor. Ik snap wel dat mensen Monastery boven Alice zetten. Dat snap ik wel. Ja. Keuzestress. Wat voor cijfer geef je het, Wilco? 8,1. Wow, een 8,1? Ja. Zo hoog ben je nog niet gegaan vandaag. Nee, alles had een onvoldoende, maar die Monastery en dat is kregen. Een Monastery die kregen 7 punt nog wat. Zo jemig. Ja. Nou, wat een arm. Duurt het veel te lang naar die mening over Alice. Ja, zullen we doorgaan? Zullen we door? Ja. Zullen we door? Hoe de fuck is Alice? Hoe de fuck is Alice? Nou jongens, dat was het dan weer. Bobby Aland, hè. Alice, hè. Bobby Aland, dat was het leren. Tweede keer van dit jaar. Meestal gaan we 2 keer per jaar. We gaan 1 keertje normaal en 1 keertje met Halloween. En Halloween zijn we dus 3 jaar niet geweest en nu waren we er weer. En ik zeg je eerlijk, ik vond het verrassend goed dit jaar. Ik was positief verrast. Oh, nu moet een bieriel. Er moet een bieriel gemaakt worden. Ja. Nou komt de echte bierielmelding. Nou komt de echte bierielmelding. En ik heb hem net gemaakt. Nou goed, maakt het niet uit. Ik was dus positief verrast. Zeg je eerlijk, ik vond het echt leuk dit jaar. Ze moeten ook wel, elk park moet beter worden, omdat er wordt natuurlijk geconcurreerd. Over zeggen. Het was best wel druk in het park. Maar goed, we hadden geluk dat Ilias een scheve rug had. Yeah. En daardoor konden wij de wachtrij overslaan. Spookhuizen. Wel een klein dingetje wat ik wil zeggen. De horrorpassen zijn leuk. Maar we hebben toch overal nog best wel lang gewacht. We hebben overal denk ik toch nog wel zeker 20 minuten per spookhuis hier en daar gewacht. De horrorpassen waren vandaag ook wel volledig sold out. Ze waren echt volledig uitverkocht. Ze zaten aan hun maximum capaciteit. Dus ik begrijp het wel. Maar langs de andere kant is het ook zo, ja, je koopt een horrorpas om te skippen. En niet om 20 minuten in de rij te staan. Alsnog inderdaad te wachten, ja. Dat was wel jammer. Ja. Nou ja, goed, Erwin, we hebben afscheid moeten nemen van de meme-attractie. Maar wel, man. Ja, dus dat is nu echt verleden tijd, Erwin. Jammer, man. Ja. Het is over en uit met de Indian River. Mooi wel. Nieuwe teaming, maar dat is niet. Ja, misschien komt het. To be continued in 2023. 2023 gaat het gebeuren. Toch, 2023 is wel open, toch? Ja. Oké, nou dan even te snel. Ik probeer de outro. Of dit is zo lang. Altijd heel lang. Altijd heel lang. Even een top 3 spookhuizen van de avond. Ik begin even met mezelf. Ik zeg dan toch Monastery op 1. Gewoon puur voor het totaalplaatje. Het was echt een heel goed huis. Heel mooi gedecoreerd. En gewoon goede schrik-effecten. Op 2 zet ik Alice in Wonderland. Who the fuck is Alice in Horrorland? Gewoon mooi gethematiseerd. Misschien nog wel net iets mooier dan Monastery. Alleen minder schrik-effecten. En dan op 3 zet ik Yummy.
echt een verrassing van het jaar, want ik vond hem veel beter dan in 2019. Het kan ook zijn dat ik gewoon, weet ik veel, weet ik niet, vond hem, dus dat was mijn top 3. Nu gaan we even naar Ilias. Ja, ik zit alles op 1. Ja? Ja, ik vind het mooi, maar ik vind de schrik-effecten ook wel goed. Dus ja, alles op 1 en daarna 2 Monastery. Ja, ook gewoon eigenlijk hetzelfde niveau, zeg maar. En ja, Yummy 3. Dus ja. En jij rent de Fat Pants? Ik zet op 1 Monastery, 2 Alice en 3 Yummy. 1 Monastery, 2 Alice en 3 Yummy. Ja, het is heel saai, maar ik had het wel in mijn kop. Nou, ik zal even verandering brengen. 1 Alice, gewoon omdat de experience heel lang duurt. En ja, omdat ik de thematisatie in oog voor detail echt fantastisch vind. 2 Monastery en 3 ook Yummy. Ja, ik 1 Alice, 2 Monastery en 3 Erwin. Ja, nee, 3 jullie ik allemaal. Alles tegen. Ja, ik heb alles tegen, voilà. En Gino? Nummer 1 sowieso, Bazaar Bizar. Nee, Monastery, hoe heet die andere? Alice, nee. Niet Alice. Wie? Welke dan? Yummy. Yummy vond ik op 2. En die andere... Iedereen heeft die Wel de 3 zelfde als top 3, maar niet in dezelfde volgorde. Ja. Nou goed, dat was dan Bobby Haaland, hè. Alistig, hè. Het was natuurlijk het park van Ilias. Ja. Ilias die komt hier echt 20 keer per Halloween. Ja, per dag gewoon, ja. Eén laatste Halloween evenement. Eén laatste alweer. Morgen komt het laatste Halloween evenement en dan gaan we naar Walibi. Walibi Belgium. Maar Alistig. Maar Alistig, ja. Daar is de Turk ook mee. Daar is de Turk is erbij. Ja. Domme Erwin, Belg ook. Erwin, Rens en Wilco, dat is allemaal hetzelfde. Die zijn er niet. Yes, die zijn er niet. Wij hebben het wel hoor. Maar Ilias en Niels zijn er wel. Ja. Dino is erbij. En nog een special guest is er morgen ook bij, maar dat zien jullie morgen. Oh jee. Nou goed, bedankt voor het kijken. Doe natuurlijk een duimpje omhoog, want heel veel mensen vergeten dat altijd. Dus doe het nu even. Doe even een duimpje omhoog als je vergeten bent. Ja, het duurt echt maar 2 seconden. Jij hebt het nou gedaan? Mooi zo. En abonneer natuurlijk op Kev Rijs, de enige echte, voor nog meer Halloween plezier. Hallo? En kerst komt er natuurlijk aan. Ja, het is almost Christmas, Ilias. Oh, ja. Almost Christmas. Ben je hyped? Ja, natuurlijk. Boeien. Ja, nou mensen, dit was weer een geweldig dagje. We hebben echt genoten met z'n allen hier in Bobby Haaland. Ik zou zeggen, tot de volgende keer. Duimpje omhoog. Doei! Ja, maar dat ziet er heel scherp uit. Heel scherp uit. Oh, dat was heel gay.